Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk. Jullie hebben een tijdje niks meer van mij gehoord. Dat komt omdat het einde van het crossseizoen was en ik een tijdje heb moeten uitrusten. Dan waren het examens, dus heb ik ook niet echt veel kunnen trainen en ook niet echt video's kunnen opnemen. Nu is het paasvakantie en ben ik hier in Malaga, in het zuiden van Spanje. Ik ben hier samen met het gezin, ongeveer een kleine 2 weken. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat ik hier ga trainen met oog op het wegseizoen. Het is vandaag al een speciale dag geweest. Dat is namelijk mijn verjaardag. We hebben die al uitvoerig gevierd. Nu ga ik gewoon, omdat het de eerste dag is, een beetje losrijden om mijn been los te krijgen. Let's go! Het is al laat in de namiddag en ik verken eerst even de mooie kustlijn. Vandaag is het niet zo'n goed weer geweest, dus het is er al wat verlaten. Ik trek even verder het binnenland in en ik merk dat het dadelijk al wat omhoog gaat. We verblijven in een mooie hacienda, even buiten het centrum van Malaga. Zo, het zit erop voor vandaag. Gewoon de beentjes losgemaakt. Ik heb 30 kilometer losgereden. Morgen begint het echte werk. Het is nu 's morgens vroeg, het is ongeveer al 15, 16 graden. Dat is perfect weer om te lopen. Het is echt leuk nu, ook een fris windje. We hebben nu 27 minuten en moeten 45 minuten in totaal lopen. Zo, ik heb 14 minuten gelopen. Nu moet ik nog 5 minuten terugkeren naar het huisje. Cooling down gewoon. Vandaag zitten we in de bergen voor een rit van 75 kilometer. We hebben ongeveer 1500 hoogtemeter. Het is hier een prachtige omgeving, midden in de bergen. Ik zit hier juist op een steil stuk. Eigenlijk heb ik van de klim een afslag naar links moeten nemen. Dan was dat hier toch wel een stuk steiler. Het is ideaal om hier op een beetje krachtuithouding te doen. Dat is toch wel iets dat ik nodig heb. Want dan zie ik wel, vooral in de crossen, dat ik nog wel wat kracht tekort kom. Dus het is de bedoeling dat ik eigenlijk gewoon basetraining doe voor rond de 3 uur. En dat ik dan eigenlijk op de klimmetjes gewoon aan een zwaardere cadans. De snelheid niet echt omhoog, maar gewoon een zwaardere cadans. Ongeveer rond de 210, 220 watt. Ik denk dat ik hier juist boven ben van de afslag. Nu ga ik hier naar links moeten gaan. Ik ben nu iets over halverwege de route. Ik heb nu 40 kilometer. Het duurde wel lang voordat ik uit de bebouwde kom was, eigenlijk uit Malaga, ongeveer 20 kilometer. Maar het loopt wel echt de moeite om tot hier te rijden. Ik zit op de volgende klim. Dit is meteen op de zwaarste. Het is nu 14% op dit moment. Het is heel steil. We moeten naar daar. Deze klim is ongeveer 4 kilometer. Het is echt super lastig. Ik leg op mijn kleinste verzet. Het is ook echt super warm aan het worden. Het voelt echt 33 graden aan of zo. Ik heb nog een halve bidon met water. Ik denk niet dat ik er op het eerste moment nog een winkel ga tegenkomen. Maar we zien wel. Ik ga eerst proberen deze klim proberen te overleven. 17%. Wat was dat? Deze klim was echt moordend. Er zaten stukken bij van 18%. Er waren eigenlijk amper haarspelbochten, waardoor we op een hele korte afstand heel veel zijn gestegen. Maar kijk, we zijn boven, gelukkig. We hebben nu 52 kilometer. Het is nog ongeveer 20 kilometer terug naar het huisje. Dus ik denk dat het nu vooral afdalen gaan zijn. Ik hoop het. Dus we zijn redelijk op het einde van het ritje.
Het was tot nu toe echt al serieus lastig. Maar nu gaan we verder. Ik ben op de laatste klim van de dag. Ik dacht dat hij net de lastigste was. Ik heb net een bordje gezien dat hier 20% is. Ik ben eigenlijk zo goed als dood aan het gaan nu. Ik weet echt niet wat dat hier is met al die klim. Maar ze zijn allemaal super stijl. En gewoon rechtdoor. En amper haarspelbogen. Nog een kleine 20 kilometer. En we zijn terug. En dan ga ik mij in de zetel smijten. Of aan het zwembad. De rit zit erop. Ik had hem zwaar onderschat. Ik heb 76 kilometer gereden met 1300 hoogtemeters. De klimmen bleven maar komen, maar ze waren vooral heel stijl. Ik ben hier nu terug. Ik denk dat morgen een rustdag gaat worden, want ik heb toch serieus afgezien vandaag. Nu ga ik nog een douche pakken en rusten. Goedemorgen iedereen. Ik ben klaar voor de volgende training. Gisteren heb ik een rustdag genomen en zijn we eens naar Marbella gegaan. Vandaag staat er 80 kilometer op het programma met ongeveer 2000 hoogtemeters. Het belooft weer een zware rit te worden, maar ik heb er veel zin in. Let's go. Al van bij het vertrek gaat het stevig omhoog, maar 2000 hoogtemeters, die moet je verdienen. Ik voel wel dat mijn benen al gewoon worden aan het klimmen en ook de steile stroken in de dorpjes gaan nu al veel beter dan de voorbije rit. Ik ben al tamelijk snel in de bergen en de natuur is hier echt prachtig. Ik zit hier op de eerste echt deftige beklimming van de dag. Het is direct echt een lange klim, maar ik vind hem wel veel beter te doen dan gisteren. Hij is niet zo super stijl, maar hij is wel veel langer. Er zijn ook veel meer bochten, zoals hier. Ik probeer nu mijn cadans lager te houden dan normaal. Ik zit nu rond de 75. Mijn vermogen is rond de 220. Dat is echt redelijk lastig. Ik heb dat een beetje onderschat. Want ik heb dat eigenlijk nog nooit echt gedaan. Zo'n soort oefening, zeg maar. Meestal ga ik hier gewoon aan cadans 100 of zo. Maar hop, dan gaat veel vlotter. Maar ja, kijk, om beter te worden, moet nu soms dingen doen dat we niet gewoon zijn. Wat dat nu het geval is. Maar ik amuseer me nu wel. Mijn Garmin zegt nu dat het 26 graden is. Het voelt ook wel zo. Maar het is beter te doen dan de vorige keer. Toen voelde het echt wel een stuk warmer aan. Ik denk dat er ook iets meer wind is. Maar geniet er wel van. Ik denk dat we nu bijna op de top van de berg zijn. Hij heeft heel lang geduurd. Ik denk dat ik al een goede 15 kilometer aan het klimmen ben. Maar hij is wel redelijk gelijkmatig. Soms zit er wel zo'n stuk van 300 meter naar beneden in. En dan gaat het weer bergop. Maar ik vind het wel een leuke klim. Ik hoop wel dat ik nu bijna aan de top ben. Wat een mooie rit. Ik heb heel veel moeten klimmen, maar op het einde werd ik enorm hard beloond met een mooie afdaling richting Malaga terug. Het was echt prachtig. Morgen staat er een rustigere training op programma, maar dat zie je morgen. Goedemorgen iedereen. Zoals jullie zien zit ik vandaag weer in de bergen. Normaal gezien moest ik losrijden vandaag, maar Malaga ligt op zeeniveau. Dus vanaf dat ik eigenlijk het binnenland intrek, moet ik eigenlijk al beginnen met klimmen. Maar probeer om het redelijk rustig aan te doen vandaag. Ik rij ongeveer aan 200 watt naar boven met een iets zwaardere cadans dan normaal. Rond de 75 à 80. Ik heb nu al een goede 10 kilometer geklommen. Het is er nog 10 te gaan. Het is een redelijk lange. Maar ik denk wel dat het de moeite waard is. Want het is hier echt wel mooi. Ook wel veel wind vandaag. Het is eigenlijk de mooie afdaling van gisteren op het einde van de rit. Die ik nu oprij. Dan gaan we door het Nationaal Park rijden en dan draaien we terug. Dan ga ik ongeveer 50-55 kilometer hebben. Ik denk wel dat het een mooie rit gaat zijn. Maar ik denk ook wel dat deze beklimming redelijk lang gaat zijn.
Want ik heb gisteren echt wel nog lang over de afdaling gedaan. En ik denk dat de beklimming 15 kilometer is. Dus we hebben nog een eindje te gaan. Maar het gaat redelijk vlot. Zo, ik ben boven op de top. Ik heb een goed uurtje geklommen. Het was redelijk lastig, maar het ging wel nog. Ik heb ook mijn GoPro gemonteerd, zodat jullie samen met mij de afdaling kunnen nemen. Het is een mooie overzichtelijke afdaling en ik haal op de rechte stukken vlot snelheden tot wel 70 tot 80 km per uur. Uiteraard blijf ik op de rechterkant van de weg en hou ik goed rekening met het tegemoetkomend verkeer. Ik zie Malaga en de zee al liggen in de diepte en ik nader snel. Op het einde van de afdaling word ik ingehaald door een lokale renner die de afdaling goed kent en samen rijden we naar het centrum. Dus vandaag een rustigere training, beloond met een hele mooie afdaling op het einde. Morgen neem ik een rustdag en ga ik het stadje gaan bezoeken en de finale van Parijs-Roubaix kijken. En maandag staat er weer een pittige training op het programma. Het is alweer de laatste dag van de reis, ook de laatste dag dat ik kan trainen. Dus ik ga er een pittige training van maken. Vandaag ga ik tempo duur intervallen doen. Ik ga 15 blokjes van 1 minuut, waarbij ik doortrek op de klimmetjes doen. Dan ga ik voor de rest gewoon in mijn duurzone rijden, wat dan niet altijd even makkelijk is in de bergen. Vandaag staat er 80 km op programma. Ik ga er nu aan beginnen. Let's go. We zijn nu op de eerste deftige beklimming van de dag. Het is direct een hele lange beklimming. Ik heb deze al gedaan, een paar dagen geleden. Ik vond hem toen wel heel mooi. Ik ga nu mijn eerste blokje van 5 keer 1 minuut doortrekken bergop doen. Met 2 minuten rust tussen. Dan moet ik ongeveer aan 320 watt rijden gedurende die 1 minuut. En dan 2 minuten gewoon weer in de duurzone training. Dus rond de 154 watt ongeveer. En dat ga ik 5 keer doen. We gaan daar nu aan beginnen. Let's go. Het eerste blokje van 5 keer 1 minuut doortrekken zit erop. Ik had het iets lastiger verwacht. Het was eigenlijk niet zo lastig dat ik dacht. Het was 320 watt. Maar als ik eigenlijk op de trapper stond, zag ik dat ik eigenlijk rond de 400 watt reed. Dus dan moest ik iedere keer een klein beetje trager gaan. Maar ja, het ging wel vlot. Ik heb al het gevoel dat mijn goede conditie begint te komen. Daar ben ik wel blij om. Nu ga ik ongeveer 3 kwartier weer gewoon verder rijden. En dan gaan we aan het tweede serietje beginnen. Ik ben nu 35 kilometer ver, bijna in de helft van de rit. Het gaat vlot. Ik ben hier nu op een grote open baan die redelijk lang is. Dus ik denk dat dit de perfecte plaats is om mijn volgende serietje te doen van 5 keer 1 minuut doortrekken. Ik ga er nu aan beginnen. De tweede set zit erop. Deze vond ik wel een stuk lastiger dan de vorige, omdat het soms een beetje bergaf ging. En dat ik toch wel heel rap moest trappen. Soms was mijn cadans wel heel erg hoog. Maar dan de laatste twee ging dat weer beter. We zijn een stuk over half weg. We hebben 42 kilometer. Nu moet je toch deze lange baan afwerken. Dan ga ik naar rechts gaan. Dan gaat het weer een beklimming zijn.
Dan ga ik door het Nationaal Park moeten gaan. En dan ga ik weer beloond zijn met de mooie afdaling richting Malaga. Ik ben op de laatste klim van de dag. Dit is ook het perfecte moment om mijn laatste setje te doen van 5 keer doortrekken gedurende 1 minuut. Ik ga er direct aan beginnen. Ik heb er wel zin in. Ik heb echt een goed gevoel vandaag. Ik zie echt niet af. Het is eigenlijk al zo goed als gedaan. De rit, maar ik heb nu 50 kilometer. Ik denk dat nog max 10 kilometer waar hop en plat is. En dan begint de mooie afdaling terug naar Malaga. Nu ga ik eraan beginnen. De laatste rit zit erop. Dat betekent ook helaas dat deze reis erop zit. Het was hier echt prachtig, ook heel goed om te trainen. Morgenochtend vroeg vertrek ik terug naar België, waar dat lekker 10 graden is. Jullie vragen zich waarschijnlijk af wanneer ik weer in competitie treed. Mijn wegseizoen begint binnen enkele weken, namelijk begin mei. Ik ga ook een paar mountainbikes doen. Bedankt allemaal om te kijken en niet vergeten, like en subscribe!